Hey, kijk, van VVD. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Wat? Oké. Okay. Ik ben echt een retard. Welkom bij een nieuwe Christmas Calendar Parkour map. Ik heb nog even gecheckt en het blijkt dus dat we bijna klaar zijn met de map. Dus wij gaan hem binnenkort gewoon lekker afmaken. Misschien dat we dat in deze episode nog redden als we nu niet zo slecht de jump gaan doen als ik net deed. En we hebben hem gewoon gehaald. Even kijken, we moeten dus even weer de weg proberen te vinden. Ik had gegokt dat ik hier meteen heen moet en misschien dat ik daarheen moet. Want dat lijkt me op zich best wel een goeie. Want deze is dan weer, vind ik, duidelijker dan andere. Dus dat is altijd mooi dat die weer wat duidelijker is voor mij. Misschien dat ik opeens nu wegen kan vinden en dat ik bij de andere niet kon, dat ik bij de andere gewoon slecht bezig was. Maar oké, het maakt ook helemaal niks uit, want wij gaan gewoon deze parkour map eindelijk afmaken. Want ik had dus nog even nagecheckt of het nou echt waar was dat ik nog heel veel maps moest. Maar het blijkt dus gewoon dat ik nog heel weinig maps hoef. Volgens mij hierna nog twee. Dus misschien dat we het in deze aflevering... Nee, ik ga het gewoon afmaken in deze aflevering. Want dan wordt het maar een lange special. Dus, hier moeten wij nog even de weg proberen te vinden. Zou het kunnen dat we daarheen moeten... Even, misschien dat we... dat gaat fout. Misschien dat we zo moeten. En dan zo hier overheen. Zo. En dat we dan... even kijken. Wacht. I see. Ik zie hem. Oh, dat was slecht voor mij. Maar ik zie hem nu eindelijk. Mooi. Even kijken. Misschien moeten we daarheen jumpen volgens mij. En dan moeten we hierop. Of... Nee, dat gaat fout. Ik faal echt de hele tijd. Ik ben pas net opgestaan. Ik zit pas net 10 minuten achter de computer. Dus ik moet nog heel veel inkomen met mijn keyboard en zo. Dit is op zich nu best wel redelijk duidelijk. Of ik denk dat het duidelijker is nu, deze map. Ik vind het ook wel sowieso wel stoer gemaakt dat hij in elke ding dat hij weer een nieuw thema heeft verzonnen. Want dat is ook niet echt het makkelijkste om elke keer een thema te blijven vinden. Dus daar heb ik ook zeker wel respect voor. Dan moeten we hierheen. En dan zonder te falen, want ik faal hard. Ik faal, kijk. Hoe erg ik faal. Huh! Nee. Dat is ook mis. Come on. Oh my god. Ik loop er gewoon letterlijk langs. There we go. Oké, dit sprong ik gewoon YOLO. Even kijken. Misschien. Ik denk dat we hier goed zitten. Alhoewel. Je zou hierheen moeten. Oh, en dan. I see. Hierheen. Klaar. In zijn chest. Er zit niks in. Jammer. Dan moeten wij vanaf hier hierheen. En there we go. We hebben hem. En dan full legit. Want ik vind het nog best wel knap dat ik de weg heb kunnen vinden. Aangezien ik denk ik gewoon heel slecht bezig was. Maar deze was dan toch net weer duidelijk voor mij. En dit is een lastige parcours ding, denk ik. Hij begint al redelijk smal. Oh, nee. Oh, dit is zo tricky. Dit is altijd zo tricky. Dan moet je eigenlijk net goed glitchen, zeg maar, met je ding. Ja, here we go. Oké. Dan zijn we hier binnen. En dan gaan we hier zo... Oh, waarom sprint ik niet? Waarom sprint jumpt ik niet? Oh, je wordt tegengehouden door die vines. Oh, wacht, dan kan je net zo goed gewoon zo. Ah, klaar. Ik was even verward. Maar oké, het is nu gefixt. Zo. Oh, shit. Oké. Gelukkig kunnen we eruit vliegen. Oh, dit is zo irritant. Als je dit in survival moet doen, joh. Dat is niet te doen. Zo, hey, dat vond ik wel heel knap van mezelf hoor, sorry, maar... Holy shit. Ik vond dat serieus knap van mezelf. Ik vond dat serieus heel knap van mezelf. Ik heb nog nooit zoiets zo mooi en snel gedaan. For real. Oh, come on. I got this. I got this. Oh, yes. Finally. Dit zijn lastige jumps, hoor. Zeker lastige jumps. Zo. Oké.
Moet je zorgen dat je niet je hoofd stoot. Maar oké. Okay. Oh, het is donker hier. Wat zit hier? Fuck. Het is donker hier, man. Oh my god. Ik zie bijna geen ene flikker. Nou, dan gaan we maar cheaten, want dat is een hele moeilijke jump. Oké, okay, dan hebben we hier bij mijn cactus jumps. Of zo. En creative kunnen we dit nu hartstikke vies cheaten. Oké, okay, we gaan even open to land. Weather. Clear. Oh, en toen spaced mijn muis. Zo. So. Oh, ja. Yeah. Oké. Okay. En dan zijn we nu bij de laatste parcours van het hele ding. Oh nee, wacht, we moeten er nog eentje. Hierna. Faal, Duncan. We moeten er nog eentje. Hierna. Dit lijkt kort, maar het is wat langer. Zo te zien. We moeten waarschijnlijk hier op de boom. We moeten onze weg proberen te vinden. Maar het is altijd even zoeken. Oké, okay, even kijken, wat is dit? Corn piston, maar ik zie hem niet. Ja, inderdaad, koe. Hè? Wait. Ik vat hem niet. What the hell? Right. Ik kan ook voor geen meter vinden waar we nou precies moeten zijn. Misschien dat we... Oké, okay, dat kan ook niet. Hier kunnen we ook niks. Dat kan je ook niet halen. Ik heb nog maar 36 fps hier. Kijk, en dit zijn mijn settings. Normaal heb ik 120 en nu dropt het opeens. Fucking lag map. Fuck deze map. Nee. Ik denk dat we gewoon even moeten zoeken. Naar een solution. Of zo. Ik zie dit echt niet. Ik hoor die piston wel, maar ik zie het gewoon niet. Ik hoor hem in die toren. Hier zit niks. Ik ga deze gewoon skippen, denk ik. Ik denk dat dit een of andere lastige puzzel is. Zat daar nou een sign? Nee. Nee, Wat? 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 Ik ga er gewoon doorheen breken, hoor. Oh. Nu gaat hij opeens, hoor. Pff. Fuck. Oké, okay, dat hebben we gewoon gehaald. Oké. Okay. Dit is lastig, dus... Fuck. Zo. Oh, die shit. Dit is wel echt vet gedaan met die palen dat ze in de oneindigheid staan. Dat is leuk gedaan. Want normaal heb je gewoon zwevende fence jumps of dan zijn het gewoon normale palen. Maar nu is het gewoon echt een paal uit de onderwereld, zeg maar, waar je overheen jumpt. Dus dat is leuk verzonnen. En ik val de hele tijd van deze paal. Hier. Ik kan gewoon niet blijven staan op een paal. Weet je wel? Dat is gewoon YOLO Duncan. Gewoon de Duncan die niet op een paal kan blijven staan. Weet je wel? En jump. Oké, okay, nice. Ik hoorde wat. Zit hier een creeper? Nee. Oké. Okay, dan gaan we maar weer door. Omdat de creeper niet kwam opdagen. En toen... Oh, wacht. Wat zit hier?
Oh, hier is de checkpoint zeker. Ja. Als je doodvalt, dat je dan gewoon kan lopen. Aha. I see. En dat wil ik eigenlijk ook niet meer zeggen, dat I see. Ik vind het een beetje irritant aan mezelf. Dus dan denk je ook nog eens iets. Oh. What? Oh my god. Dit is nog eens lastig ook. Oh my god. Oké, dan moet je dus... Vanaf hier... Moet je in één keer door. Maar dat is zo lastig. Hoe de F wil je dat gaan doen? Ja, kijk, dit snap ik dan nog wel, maar... Oh! Nou, oké, fuck dat. Volgens mij kan je ook geen sprintjump doen vanaf die piston als die omhoog gegaan is. Dat heeft hij... Deze maker heeft volgens mij echt een probleem met pistons. Het kan gewoon ook zijn dat ik er helemaal naast zit. Maar volgens mij is hij gewoon echt slecht met pistons. Ik zeg niet dat ik het beter kan. Dat zeker niet. Maar er klopt ook heel veel niet met de pistons. Laat ik het zo zeggen. En deze jump is best lastig. Als ik hem zo bekijk. Eigenlijk. Zijn jullie het met me eens? Laat dan een duimpje achter. Groen duimpje dan, hè. Geen rood duimpje. Het rode duimpje is irritant. Slecht, dat is lelijk. Ook al weet ik dat er haters zijn op mijn kanaal. En die kijken de video niet. Of misschien ook wel. Maar die laten altijd een rood duimpje achter. Dat rode duimpje. Dat is nooit welkom. Maar als het altijd rood duimpje is op mijn video. Dan weet ik dat het een hater is. Dus dan doet het mij eigenlijk helemaal niks. Dan is het gewoon iemand waarmee ik ruzie heb gehad ofzo. Of gewoon iemand die denkt van ja... Ik haat Spooky 1611, dus ik ga maar op Duncan haten. Ja, dan heb je gewoon zelf een probleem. Weet je wel? Dan vind ik het ermee een beetje iets vertellend over de persoon zelf die haat. Dan over mij. Want dan is het niet dat ik slechte video's maak. Maar dan is het gewoon omdat hij me niet mag. Omdat ik bijvoorbeeld op Spooky 1611 upload. Nou, uploadde. Want ik ben daarmee gestopt. Want ik zat een beetje in een dip. En toen dacht ik van, ik hoef niet meer te uploaden. Op Sander's kanaal. Maar eigenlijk zou ik dat wel eigenlijk willen doen. Sander, als je dit kijkt. Maar ja. Oh. Oké, we hadden deze jump gehaald. Die ice jumps zijn altijd wel tricky, vind ik. Dat is leuk, leuk verzonnen, ice jumps. Alleen ze zijn zo tricky. En dit valt. Dit valt really hard. Waarom kan je daar überhaupt wel op? Ik denk het wel. Maar je moet goed springen. En ik heb fucking lag. Dus dan... Hier, ik drop de hele tijd naar de 40 frames. En dan speelt dat niet lekker. In ieder geval, dat speelt niet fijn. Want ik speel normaal boven de 120. En dan... Fuck. Dat is zo irritant. Want dan kan je gewoon... Dan is die reactietijd dus ook later van je spatie en zo. Dus dat is dan ook weer zo. En dan gaan we weer weather clear. Fuck you, rain. Fuck you. Fuck you, Mr. Rain. En we hebben hem. Wacht, konden we dit gewoon al die tijd lopen? Oh nee, je kon hier gewoon. Aha. Oké, guys. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Guys, dit was het einde van de parcours map. Laat een leuke reactie achter. Geef een duimpje omhoog. Laat ook in de comments achter een suggestie voor een andere map. Als jij een leuke map kent. Dan zie ik jullie een andere keer. Wacht, misschien. Oh, we krijgen allemaal shit. En ik had ook een comment gezien van de dagen van Christmas of seizoen of zo. Dat kan best kloppen. Ik heb het er alleen niet echt zelf uit kunnen halen. In ieder geval. Ga naar Minecraft. Minecraft PG5. Of zo, als dat een YouTube kanaal is of zo. Abonneer daar even. Want ik vond dit op zich wel een coole map. Alleen de pistons waren een nadeel. Jongens, peace out.